Dames en heren, goedenavond. U kunt nu kijken naar het derde en laatste deel van De Baanbrekers. Dit programma is ontstaan in een Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband rond het thema werken en niet werken. Vorige week zag u hoe de ultieme actie van de ontslagen dispatching manager Harry T. Tuimelaar op de klippen liep. Hij belandde samen met de conservatieve leraar Kaiman in de cel. Ze zijn inmiddels beide vrijgekomen en vanavond ziet u het derde en laatste deel waarin de...